hier gebeurt en tijdens de kijker vervolgens ook beslissingen nemen. En een van de beslissingen zal kunnen zijn, waar hang ik mijn gewichten? Heb je de gedachte dat je de neus van de trekker bomvol moet hangen met gewichten, omdat je bang bent dat de coördinatie anders achterover gaat? Je mag nu gaan beslissen om die gewichten te doen verhangen tussen de beide achterwielen op de achterbrug, mits ze natuurlijk maar goed zijn verankerd, goed zijn verzekerd. En ook Jeroen heeft geleerd van hetgeen wat hij net heeft gedaan. En het is de rechterkant pakken in plaats van de linkerkant. En het heeft allemaal te maken met natuurlijk de ervaring van Jeroen. Van hoe pakt het uit en hoe ga ik hiermee om? En pakt hij hier een volpool? Jeroen pakt hier een volpool. Het is met hak over de sloot, maar volpool is volpool.